mijn vlog. Ten eerste de beste wensen voor 2019 en een goed tuinjaar. En ik start mijn eerste vlog van dit nieuwe jaar met het uitzoeken van mijn zaden. Ik ga het alles op tafel neerleggen en dan gaan we er even naar kijken. Oké, ik begin met de kruiden. Zover ik weet heb ik alle kruiden in huis. En als ik alsnog wat tekort kom of iets niet heb, dan ga ik dat er gewoon bij halen. Deze had ik van de homeopathische stichting. En daar zaten twee zakjes zaad in. Kamille en tijm, dus die gaan we ook zaaien. En eens even kijken hoor. Ja. Oh, deze twee. Dit zijn twee verfplanten. Maar zover ik weet is het allebei tweejarig. Dus daar zal ik pas volgend jaar profijt van hebben. Ik kan nu nog een zakje aardbeizaad leggen. Wat ik wil gaan zaaien of wat ik kan gaan zaaien. Hier bovenin liggen nog allemaal diverse soorten bloemen. Geraniums, laterus, afrikaantjes, goudsbloemen. Noem maar op. Oh ja, en die zijn ook tweejarig. Stokrozen. Dan gaan we eventjes hier kijken. Augurk heb ik vorig jaar ook helemaal niet gezaaid. Om komkommers ook niet. Dus dit gaan we ook zaaien dit jaar. Ik heb hier twee tomatensoorten liggen. Dus daar moeten nog een paar bij komen. Ik heb aubergine, krootjes, broccoli. Chinese kool en daar liggen de bonen. Deze had ik vorig jaar. Dit zijn de witte, dit zijn de zwarte. Die tuinbonen, of tuinbonen, dit zijn bruine bonen. Die zijn vorig jaar helemaal niet opgekomen. Dus ik denk dan die niet meer goed zijn. Nou, driemaal wit tuinboontje. En dit zijn dan die, die wintertuinbonen die ik al in de tuin heb zitten. En die het goed doen. En dat zijn Chinese boontjes. Van die hele dunne smalletjes. Nou, spinazie. Hier heb ik wat snackpaprikaatjes. Zijn er niet veel. Er zijn nog een paar zaadjes. Ik weet niet of dat te zien is. Maar een stuk of zes zaadjes. Vijf zaadjes zitten erin. Hier nog wat paprika zaad. Hier zit ook nog paprika zaad in. Rode kool. Courgette. En pompoen. En van de pompoen moet ik dus nog de niet rankende soort bij gaan halen. Ik heb hem nog niet gehaald. En ja, misschien één of twee soorten. Ik kijk even. En ik heb hier nog vier bolletjes van de hyacint liggen die de grond in moeten. Nou ja, zolang het niet vriest is dat geen probleem. Kunnen ze lekker verder ontspruiten. En ik heb een zakje luxe aardappelmix gehaald in de supermarkt. Er zitten vijf soorten in. Die heb ik inmiddels al bij elkaar gelegd. Er zitten een paarse in. Dit is een rode soort. Dat is een rode soort. Dat is een witte. En dat is ook een witte. Van alle drie, of van alle vijf de smaken zitten er drie aardappeltjes in. Dus ik ga kijken of, dat, of ik dat aan de groei krijg. En of ik daarvan kan oogsten. Nou, en ik heb mijn kapot lopen zoeken op het zakje. Waar de namen van die aardappels op stonden. Nou, je moet echt zoeken. Maar het staat hier op het randje geschreven. Maar dat zal ik in het beeld plaatsen, de namen. Het zijn voor mij in ieder geval onbekende soorten. En ik heb, althans, ik heb ze nog nooit eerder gehad. Ik heb hier nog twee enveloppen leggen met zaden die ik van mensen heb gehad om te zaaien. Ik wil deze uitjes al voorzaaien deze week. Ik wil de prei deze week al doen. Ik wil de knolvenkel deze week doen. Ik wil de knolselderij deze week doen. En ik wil de pastinaak deze week doen. Omdat ze zeggen dat pastinaakzaad 1 tot 2 jaar goed blijft. En als het niet uitloopt,
of als het niet gaat spruiten, laat maar zeggen, dan heb ik altijd nog de tijd om een nieuw zakje zaad te gaan halen. En ja, dat was het eigenlijk hier met de zaden. Oh nee, wacht eventjes, ik heb nog wat. Ik heb een heel tasje vol met Nigella zaad. Dat moet ik nog allemaal uitzoeken. De zaaddozen lijken een beetje op een nootmuskaat. Het zaad proeft een beetje nootachtig. En je zou het kunnen vervangen voor maanzaad. Dus je kan het door het broodbeslag doen. Je kan het er overheen doen. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Dus ik ga dat ook eens een keer uitproberen. En dat zal binnenkort wel zijn. Want er zit toch genoeg zaad in. Nou, en verder gaan we dan eens maar eventjes een eiendoos zoeken. Om de aardappeltjes alvast in te doen. Oké, ik heb alvast twee doosjes gehaald voor de aardappels. Dus ik ga de aardappels er vast in leggen. Maar ik zal ze zo geregeld wel even na moeten kijken. Want er zitten nog niet echt oogjes op. En eind deze week, denk ik, of misschien volgende week, dan ga ik pootaardappeltjes erbij halen. En ik zit erover na te denken om de Frieslander te gaan halen. En daar heb ik best wel goede ervaring mee op toen ik de volkstuin had. Dus we gaan de aardappeltjes nou erin doen, dan kunnen deze vast naar boven toe. Sommige zie ik een oogje zitten, dus die leg ik toch wel gelijk bovenaan. Want dan weet ik tenminste dat dat wel goed gaat dan. Bij sommigen zie je het heel slecht. Nou, deze is wel heel erg klein, maar we leggen hem er maar gewoon bij. Ik probeer zoveel mogelijk die bij elkaar horen te leggen. Dan ons erboven. Het is wel handig dat ik iets hier tussen ga leggen. Dat ik in ieder geval weet welke er bij elkaar horen. Maar ja, dat doe ik zo meteen wel. Ik pak zo wel even een stift. Dan schrijf ik even zo een streepje. Zo en hier. Dan weet ik dat deze drie dezelfde soort is en deze drie. Ja, met die paars en die rode zie je het toch wel. Want het zijn toch wel drie verschillende kleuren. En dan kunnen deze vast naar boven in het raampje zijn. En dan kunnen ze vast uit gaan lopen. Oké, de aardappeltjes zijn klaar. Ik ga ze naar boven brengen. En ik ga dat is de kat. Pim! Pim gaat met de camera even door. Ik ga de aardappels zitten in de doosjes. En die ga ik naar boven brengen. Die zet ik voor in het raam neer. Net als ik vorig jaar heb gedaan. Ik ga de zaden hier op tafel opruimen, maar in de tussentijd maak ik nog wel een lijstje met zaden die ik nog aan moet schaffen. En dan ga ik even kijken wanneer ik dat ga doen. En dan had ik nog een mededeling, want eind deze maand is het Nationale Tuinvogeltelling. En ik hoop dat jullie ook mee willen tellen. Hierover vertel ik jullie meer in een andere vlog, die als het goed is deze week ook nog uitkomt. En ja, als jullie abonneren op mijn kanaal, zijn jullie altijd up-to-date. Ik zou zeggen, nog een fijne week en veel tuinplezier.